de Syrië-gezant van Nederland, Koos van Dam. De heer Kouzou. Ja, voorzitter, het valt mij op dat er een stap wordt gemaakt van, wat was het, maart 2015 naar 2018. In de tussenliggende periode heeft de ChristenUnie ook in deze Kamer een aantal moties ingediend, waaronder een verzoek om de mogelijkheden te onderzoeken om steun te verwerven bij de bondgenoten om de Koerden in Syrië te ondersteunen. Vraag me af hoe de heer Voordewind daar op dit moment op reflecteert. De heer Voordewind. Voorzitter, we hebben inderdaad in 2016 een motie ingediend om tot steun van de Syrian Democratic Council te komen. Dat is een koepel van ongeveer 30 etniciteiten die samenwerkten om in Noord-Syrië, tegenwoordig de Noordelijke Federatie genoemd, tot een pluriforme samenleving te komen. Dus we hebben nooit opgeroepen om de PKK of de PYD te steunen. Dus ik denk dat daar een misverstand zit, voorzitter. De heer Kouzou. Voorzitter, als ik zo kijk naar de overwegingen, dan wordt daar inderdaad gesproken over de Syrische strijdkrachten. En we hebben de heer Van Dam tijdens de hoorzitting ook gehoord, waarin hij heel nadrukkelijk heeft aangegeven dat een groot deel van die strijdkrachten bestonden uit die YPG-strijders. Kijk, mijn probleem zit bij het volgende. En dat probleem deel ik met de heer Voordewind. Laten we daar duidelijk over zijn. Er is inderdaad steun gegaan naar organisaties die het niet zo nauw hadden met de mensenrechten. Dat deel ik met de heer Voordewind. Maar om dan vervolgens te gaan pleiten en achteraf onvoldoende reflectief inzicht te tonen in dat hij eigenlijk andere groepen wilde steunen die zich ook schuldig maakten aan mensenrechten schendingen. Die zich schuldig maakten aan het recruteren van kindsoldaten. Die zich schuldig maakten aan het verdrijven van Arabieren en Turkmenen uit het noorden van Aleppo. Ik vraag de heer Voordewind nogmaals, hoe reflecteert u daarop met de wijsheid van nu? De heer Voordewind. Voorzitter, ik denk dat ik hoor allerlei geluiden daar op de achterbank. Ja, ik ook. Dat was de heer Öztürk. Als hij wat wil zeggen, dan moet hij naar voren komen, dat zou ik zeggen, ook, voorzitter. De heer Öztürk. Voorzitter, ik heb hier de motie voor me. Ik zie nergens het woord strijdkrachten. Maar voorzitter, laat het duidelijk zijn. We hebben toen opgeroepen om de SDC, de Syrian Democratic Council, te steunen. Maar voorzitter, laat het duidelijk zijn. Daar waar er mensenrechten geschonden werden of geschonden worden, daar vindt de heer Kouzou mij aan zijn zijde om daar kritisch over te zijn. Sterker nog, we hebben hier organisaties uitgenodigd en we hebben ze bevraagd op het rapport van Amnesty International. Dat heb ik ook persoonlijk gedaan. Ik weet niet of u bij die bijeenkomst geweest bent. Maar laten we wel constateren dat als u het dan heeft over de Syrian Democratic Forces, dat er een grote onderscheid was. En dat als de regering zo kritisch keek naar de zogenaamde gematigde groepen, waarom keek de regering dan niet zo kritisch naar de STG, of de SDF, moet ik zeggen. De SDF, daar werd heel kritisch naar gekeken en de gematigde oppositie werd dus blijkbaar niet zo kritisch naar gekeken. En als we dan de twee groeperingen gaan vergelijken, dan zien we dat de SDF een inclusieve samenleving voorstaan, niet samenwerkte met extremistische organisaties, zorgde dat ze samenwerkte met alle groeperingen die daar in het noorden samenwerkten, zorgde dat ze opbouw aan de rechtsstaat deden, de positie van de vrouw beschermde, de positie van minderheden beschermde. Voorzitter, als de heer Kouzou dat wil vergelijken met jihadistische organisaties die een sharia-staat voorstaan, die een islamitische kalifaat voorstaan, ja, dan vergelijkt hij echt appels met peren. Voorzitter, dit is te makkelijk. Om te beginnen, de heer Voordewind zegt dat hij nergens in zijn motie de Koerdische strijdkrachten terugkomen. Dan zal ik letterlijk citeren. Overwegende dat de Koerdische strijdkrachten binnen Syrië aangemerkt kunnen worden als gematigd. En volgens mij is het precies de heer Voordewind die problemen heeft met het woordje gematigd. Dat heb ik in ieder geval de heer Segers bij verschillende actualiteitenrubrieken vaak horen zeggen. En wat hij nu eigenlijk doet, en ik hoop dat hij tot dat inzicht komt en daar echt op kan reflecteren, hetgene waar hij de regering van beschuldigt, de coalitiepartij van beschuldigt, de partijen die tegen de motie van de heer Voordewind beschuldigt, die in maart 2015 volgens mij tegen hebben gestemd. Hetzelfde doet hij precies, maar dan in de andere richting. Ik hoop echt dat hij tot dat inzicht kan komen, wellicht aan het einde van het debat of na een paar nachtjes slapen, want dat is blijkbaar nodig. De heer Voordewind. Voorzitter, dit is wel heel gemakkelijk vanuit de agenda van de heer Kouzou om de Koerden op deze manier aan te vallen. Voorzitter, als de heer Kouzou serieus in dit debat deelneemt en hij zegt dat wat de Koerden probeerden op te bouwen in Noord-Syrië, dat vergelijkbaar is geweest met el-Sham, met el-Nusra, met el-Shamia, de groeperingen die vochten tegen de Koerden, zelfs onderling vochten,
een sharia-wetgeving voorstonden, standrechtelijke executies uitvoerden, dan is hij echt de weg kwijt, voorzitter, zeg ik via u tegen de heer Kouzou. Dan kan hij zich niet goed verdiept hebben in het verschil tussen dat wat er gebeurde in Noord-Syrië, daar waar er echt werd gewerkt aan de opbouw van de rechtsstaat, en dat wat er uiteindelijk gebeurde in de rest van Syrië, namelijk de opbouw van een kalifaat. De heer Kouzou, tot slot. Ik ga er kort op reageren, ja. Voorzitter. Kijk, een rechtsstaat opbouwen doe je volgens mij niet door kindsoldaten te recruteren, meneer Voor de Wind. En als u het dan heeft over de agenda van Kouzou, dan komt u daar niet zo makkelijk mee weg op dit punt. U heeft in maart 2015 heeft u gepleit voor het steunen van organisaties die openlijk mensenrechten schendingen hebben begaan. U heeft gepleit voor organisaties, u heeft zelfs gestaan in Den Haag bij de opening van een partijbureau van dezelfde organisatie. En u zit op dit moment, bent u die activiteit aan het verdedigen. Ik had gehoopt, en dat meen ik oprecht, in plaats van dat u vervalt in de agenda van Kouzou en dat probeert weg te zetten, dat u zich verdiept in het feit dat uw rol is geweest in de afgelopen periode de in dit hele debat. De heer Voor de Wind. Voorzitter, ik constateer heel simpel dat de heer Kouzou de motie toen, waar wij zeiden dat de Frisier en Army de hulp zou moeten stop worden gezet, dat hij die niet heeft ondersteund. En dat hij daarmee schijnbaar in heeft gestemd met de steun aan de rebellengroeperingen die uiteindelijk, zoals we nu van een nieuwsuur horen, betrokken zijn geraakt bij een gewapende strijd, bij het vermengen van terrorisme en terroristische organisaties, bij grove schendingen van het humanitair oorlogsrecht. Als hij die organisaties hier wil verdedigen, nou, dan ga ik met veel belangstelling naar zijn. Gaat u verder. Voorzitter, ik was in 2018 aangekomen en ik citeerde, zoals ik al zei, de heer Koos van Dam, die sterke vraagtekens stelde bij de hulp die uiteindelijk is gegeven. Voorzitter, dan kom ik bij de rondetafel die we vorige week hebben gehouden. Voordat u verder gaat. Ja, de heer Kouzou. U mag iets rechtzetten. Ja, ik maak een persoonlijk feit, voorzitter. Ja. Ik vind het echt belachelijk. Te gek voor woorden dat op het moment dat de argumenten bij de heer Voor de Wind op zijn, dat hij ons gaat beschuldigen van het verdedigen van allerlei andere organisaties. Wat een flauwekul, wat een onzin, debat onwaardig. Voorzitter, ik constateerde dat de heer Kouzou toen die motie niet heeft ondersteund. Dat ik hem de afgelopen 8 jaar... ook niet heb gehoord de afgelopen 3 jaar toen de hulp gaande was. Dus dan ga ik er stilletjes van uit dat hij de hulp die gegeven is, inclusief aan alle groeperingen die, waar we het vandaag over hebben, die de mensenrechten hebben geschonden, die het humanitaire oorlogsrecht hebben geschonden, dat hij het daarmee eens is. Als het niet zo is, dan hoor ik dat graag in zijn eigen termijn. Mevrouw Karaboe. Voorzitter, een van de door de regering gesteunde zogenaamde